Zo, daar zijn we weer. Vandaag doen we een kleine reviewtje over geen tablet en geen telefoon, maar over de Sony BTN200 Bluetooth Wireless koptelefoon. Deze koptelefoon heb ik aangeschaft omdat ik even moe was van al de kabeltjes die ik steeds met een koptelefoon moest mee trekken. En daardoor heb ik deze via een iBoot actie heb ik deze kunnen aanschaffen voor een schappelijke prijs. Dus ik dacht waarom niet. Het is een mooie koptelefoon over de head, over de ear is het. Zachte, ja, ik denk kunstleren schelpen zitten erop. Hij heeft Bluetooth. Dat kan je hier zien. En NFC. Dus je kan, hier zie je het NFC logootje. Je kan dus de koptelefoon tegen je telefoon aanhouden. En dan maakt hij gewoon vanzelf verbinding. Er zit een USB aansluiting op. Die kan je dus hier vinden. Microfoon. Je kan er ook mee bellen. De vooruit, achteruit en pauze. Play knopjes. Een power knop en volume. Dus eigenlijk zit alles op dit koptelefoon, zeg maar, wat je nodig hebt. Als je gewoon op straat loopt en je krijgt een belletje, kan je gewoon ook hiermee opnemen. Met de play knop, geloof ik. Of hier met het belknopje, laat maar zo zeggen. En dan kan je gewoon je gesprek voeren zonder dat je de telefoon uit je handen hoeft te pakken. En dat is wel handig als je deze grote beest in je zak hebt zitten, hoef je hem niet eruit te trekken. Om het toestel aan te maken, gebruik je de aan- en uitknop, geloof ik. Dat is wel handig, hè? Laten we die even aanzetten hier. En dan gaat er een lampje knipperen. Om verbinding te maken met je telefoon, laten we eens even hier kijken. Even kijken of mijn NFC aanstaat. Je kan hem dus met Bluetooth laten zoeken, maar makkelijk als je NFC hebt, is gewoon zo. En dan zegt hij dat er een verbinding gemaakt wordt, tenminste. Laten we eens even kijken. Ja, ik denk dat hij verbonden is. Dan ga ik even een muziekje afspelen. Even kijken, Google Play. Nou. Oh, nee, die is nog niet verbonden. Oh, wacht eens even. Gaan we weer overnieuw. Verbinden. Hij zegt ook verbinden hier. Nou, ik weet niet zeker of hij verbonden is, maar dan moet ik even kijken hoor. Even afspelen. Ik hoor niks. Laten we eens even kijken of hij hier vandaan iets speelt. Die een muziekje gaan afspelen. Dus even uithoren hoor. Dat is een beetje moeilijk. Even kijken als ik hier een muziekje vandaan speel. Ja. Het geluid komt dus nu gewoon uit de koptelefoon. Bluetooth. NFC. Helemaal draadloos. Geluid op zich klinkt voor een koptelefoon van, ik heb er betaald, ik geloof €50, inclusief verzending. Is het een hele goede, volle geluid. Hij gaat niet super hard, maar het klinkt toch, toch redelijk goed. En voor het bedrag van €50 en Bluetooth NFC is het zeker het kopen waard geweest. Nou, zoals je ziet, of zoals jullie kunnen horen, draait er nu muziek. En als ik nu spoelen, dus volgende liedje, skipt hij ook gewoon. Dus dat werkt gewoon prima. En je kan hem dus ook gewoon pauzeren. Nu speelt hij niet af. Ga je weer op play drukken, gaat hij weer verder. Dus dat is echt voor een apparaat van €45 en €5 verzendkosten, €50 ongeveer totaal.
is dit gewoon een hele goede koop geweest. Dus iedereen die een draadloze budgettoestel zoekt, ik denk, ik geloof dat deze nu tegenwoordig, los kosten ze 17'tjes. Nou ja, op zich is dat ook niet zo duur. Maar als je een goede koptelefoon zoekt, Bluetooth met NFC, dan is dit zeker wel een aanrader wat mij betreft. Dit is de verpakking ervan. Sony BTN 200 wireless NFC. De achterkant. Nou, hier staat alle info op. Nou, ze zeggen dat die 40 uur gaat, meegaat met een accuduur. Dat weet ik niet. Er zit USB 3.0 of Bluetooth 3.0 op. Multipairing, dus meerdere apparaten tegelijk. Ja, multipoint, dat zegt mij niet zoveel, maar jullie wel waarschijnlijk. En er zit een kabeltje in de doos voor het opladen. En ja, wat hebben we hier nog meer? Een paar kleine infootjes. Ja, oplaadbaar met USB zie ik daar staan. De standaard informatie wat je op een doos te zien krijgt. En het is niet eens een oud model. 2013. Dus het is een recent model ook. Gewoon een 2013 model. En nogmaals, voor de 17'tjes. Ja, of je moet hem weer bij iBoot tegenkomen. Voor de 17'tjes is dit wel het kopen waard hoor. Het is een goede set. Het houdt je oren ook nog warm met de koude dagen. En je zit niet vast aan een kabel. Je kan gewoon je telefoongesprekken erop mee opnemen en voeren. Dus dat is wel handig voor deze Sony BTN 200. Nou, dit was het eventjes voor de kleine review. Ik kan jullie helaas niet helemaal laten luisteren hoe het geluid hieruit komt. Dat moeten jullie echt zelf ervaren. Maar wat mij betreft is dit gewoon een stevig toestel. Ik zal hem even nog hier. Je kan hem niet helemaal inklappen. Je kan hem alleen zo plat neerleggen. En natuurlijk, dit is ook verstelbaar. Dus je kan hem op maat van je hoofd zetten. Zo. En deze kan zo. En zo. En zo vervoer je hem dan uit het hoofd. Volgens mij was dat het, ja. En nou. Dit was mijn kleine reviewtje van de Sony BTN 200 Bluetooth koptelefoon met NFC en bel mogelijkheden. Jullie zien me de volgende keer weer. Waarschijnlijk met een andere Bluetooth koptelefoon. En dit keer het model Clips. Tot de volgende keer.